Goedemiddag. Hoe is het? Nou, leuk. Ja. Ik heb niet zoveel verstand van deze oven. Oké, okay, ja, dat zal ik ook niet hebben. Maar... Ik zal me even voorstellen. Ja, hoor, maar... Oh ja, natuurlijk. Dat is ook wel leuk, ja. Ik ben Tony. Ben. Hallo, Ben. Ja, Tony. Ja. Woon jij hier in de buurt? Putten. Waar kom jij vandaan? Rotterdam. Nou, New York. New York. Oh, dat hotel wat daar... Nee, Manhattan. Manhattan? Er is een wijk in Rotterdam die Manhattan heet, of hoe moet ik dat nee, zien? I was born and raised in New York. Oh, je bent echt in New York geboren? New Yorker, okay. Ja. Ik ben 23 jaar in Nederland, ja. You can take the girl out of New York, but you can't take the New York out of the girl. Leuk, man. Ik hou absoluut niet van hard rock, maar het beste nummer wat ik ooit gehoord heb is Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Weet je, ik ga je nou wat vertellen. Die nummer was voor mij geschreven. Dat nummer is voor jou geschreven? Die Alex Rose heeft het toch zelf geschreven voor zijn kind? Axel, want ik heb vroeger met hun zitten feesten. Guns. Ja. Toen ik 18, 19 was. Dit was voordat ze groot zijn geworden. Ik heb hele andere dingen gelezen. Maar... Heel bijzonder dat jij... Ja. Dat ik dat nummer nou noem, ja. Ja. And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Wow. Ja, ik vind het zo'n berengoed nummer. Sweet child of mine. Denk je dat je verliefd op mij zou kunnen worden? Ik ga van... Oh, is het zo erg? Actions speak louder than words. Dan kan ik je nog niet goed kunnen voeren. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat iemand heel erg open en eerlijk is tegen mij. En het ergste wat ik zou vinden, is dat ik in de maling genomen word. Nee, dat begrijp ik helemaal. Mag ik je een pikante vraag stellen? Pikante vraag? Nou, kom op. Wat vind jij prettig in bed? Ik ben op dat gebied denk ik heel erg ouderwets, heel conventioneel. Nou, dus ik hoef niet van zeg maar een chandelier even zwengelen nee, of zo? Nee, ik heb meer gewoon zoiets van teder en rustig. En, ja. Mm. Hm. Mm. Ik wil je lepeltje? Ja, vorkje, vorkje. En nu? En nu, ja, zeg jij wat? Hoe zit jij hierin? Ja, ik heb er een heel dubbel gevoel over. Wij hebben ergens best een hele leuke klik. Maar wat er echt ook nodig is om een relatie te beginnen, dat mis ik helaas. Ja. Het was natuurlijk ook een beetje je eigen verzoek van ik ben gek op knuffelen en kussen. En laten we dan kijken of we door die intimiteit misschien wel dichter bij elkaar komen. Maar wat er echt nodig is, zit er gewoon niet. En daar moet ik denk ik gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb wel het gevoel... dat ik wel volledig voor jou zou kunnen gaan. Maar als het niet is van jouw kant, dan is het voor mij ook heel erg duidelijk. Ja, nee, ja, het is dan zoals het is. Precies, het is hoe het is. Nou, ik ga mijn tas pakken. Is goed. Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.